Het is dus al moeilijk genoeg om je in het verkeer te handhaven terwijl je de volledige beschikking hebt over al je zintuigen. Kun je nagaan hoe het moet zijn als je verminderd of helemaal niet kunt beschikken over één of meer zintuigen? Als je om wat voor reden dan ook en op wat voor manier dan ook beperkt bent in je functioneren, levert dat vooral in het verkeer veel nadelen en extra gevaren voor je op. Blinden en ernstig slechtzienden kunnen niet of zeer beperkt gebruik maken van visuele informatie. Daarom heeft de wetgever aan gebruikers van een witte stok met één of meer rode ringen bepaalde rechten toegekend. Zo moeten bestuurders blinden die gebruik maken van deze stok voor laten gaan. Maar wat ziet iemand die slechtziend genoemd wordt nou nog wel en wat niet? Ik ben vrijwel blind. Wat ik nog kan waarnemen is wat licht en donker. Bij een goed gevoel zie ik nog wat contouren. Maar dat is eigenlijk te weinig om dat te kunnen gebruiken om mezelf te oriënteren. Eigenlijk zie ik voornamelijk licht en donker. En dan uit mijn ooghoeken. Dus recht vooruit zie ik niks. Wel is het zo dat mijn oogzenuw nog steeds een soort fantoomreactie geeft, waardoor ik altijd lichtflitsen zie. Dus wat een ander ziet als hij met zijn vingers in zijn ogen drukt, dan ga je sterretjes zien, dat zie ik continu. En toch nemen jullie deel aan het verkeer. Hoe doe je dat? Als ik buiten loop, dan oriënteer ik me met de taststok, waarmee je dus continu contact met de ondergrond hebt. Maar ook op gehoor. En waar je dus te maken hebt met akoestiek, hè, weerkaatsing van het geluid, maar ook het rijden van de auto's. En alle geluiden waar je dan een beeld bij vormt en waar dat je je dan bij oriënteert. Ik loop met Ushi, dat is mijn geleidehond. En zij zorgt ervoor dat ik me heel onafhankelijk en vrij door het verkeer kan bewegen. De hond is erop getraind dat ze eigenlijk voor zichzelf denkt dat ze 1 meter breed is en 2 meter hoog. Waardoor ze wel uitkijkt om ergens tegenaan te lopen. Dus ze vermijdt obstakels. Maar hoe gaat dat dan bij het oversteken van de weg? Bepaalt Ushi wanneer er overgestoken kan worden? Zoek het rechts. Zoek de zebra rechts. Veel mensen denken dat de hond dat allemaal doet, maar dat is niet zo. Het is echt een samenspel van hond en baas. De hond zoekt de trottoirband, zodat ik weet dat ik op een punt sta waar ik kan gaan oversteken. En dan ben ik degene die luistert en het signaal geeft van nu ga ik oversteken. Over, ja, vooraan. De hond heeft daar eigenlijk geen functie in. Ze heeft wel weer de functie om aan de andere kant van de straat weer het trottoir te zoeken. En hoe laat je nou een andere weggebruiker zien dat je gaat oversteken? En zoek het maar links. Je geeft het signaal dat je wil oversteken door de stok rechtstandig voor je te zetten. Dan ben je bezig je te concentreren en te luisteren of je over kunt steken. Op het moment dat je die stok de lucht insteekt, dan horen medeweggebruikers eigenlijk te stoppen. Het wordt niet altijd begrepen. Ik ben bang dat het erg onbekend is. Terwijl het toch een wetsartikel is wat de mensen met het halen van hun rijbewijs geleerd moeten hebben. De blinde geleidehond is dus een grote hulp bij onder andere het ontwijken van obstakels. Maar hoe doe je dat nou als je alleen gebruik maakt van de witte stok? Er staan soms wel eens obstakels op de geleidelijnen, dus de gidslijnen met de ribbeltegel. De soorten obstakels moet je met name denken aan fietsen die even snel daar worden neergezet voor een boodschap. Ja, u stond met uw fiets op de geleidelijn. Oké, dankjewel. Dankjewel. Ja. Soms reclameborden, terrasstoeltjes die op of vlakbij een geleidelijn staan, wat dan voor ons heel lastig is. Op dat soort momenten schrik ik daar dus ook van als ik iets aanraak met de stok. En probeer ik daar dus ook wel weer een weg langs te vinden. Maar het maakt het wel extra lastig. En kost meer energie om van A naar B te lopen. Ik hoop dat mensen ook zich een beetje bewust worden van De bepaalde kenmerken in straatbeelden, waarvan ze misschien eerst niet wisten wat dat het voor was, maar zich nu toch wel een beetje een plaatje krijgen van oh, die zijn dus daarvoor. En dat ze daar dus ook een beetje rekening mee willen houden. Zou fijn zijn. Oh, die hoorde ik niet, hè? Over. En reed je ook door, hè? Wat zou je nou mee willen geven aan andere weggebruikers? Nou, ik zou het gewoon toch wel heel erg prettig vinden als mensen rekening willen houden met die witte stok. En toch echt stoppen als ik in ieder geval die stok horizontaal hou. En zeker fietsers.
Want fietsers zijn vaak slecht te horen. Ik doe mijn best om goed te luisteren en het moment af te wachten waarop ik kan oversteken. Maar ja, door het overige verkeerslawaai hoor ik een fietser wel eens over het hoofd. Wat ook een goede tip is, de hond niet aanhalen. De hond moet geconcentreerd blijven op haar werk. Ze moet geconcentreerd blijven op mij. En als zij aangehaald zou worden, dan is dat voor haar natuurlijk ook heel prettig. Waar ze door een hond best eens een ommetje zou kunnen gaan maken van... daar staan mensen, de buurvrouw die mij altijd aanhaalt. Laat ik daar eens naartoe lopen. En dan ben ik mijn oriëntatie kwijt. Kom maar. Heel goed hoor. Je bent braaf. Jij bent een grote hond.